Het is de droom van menig model spoorliefhebber. 200 vierkante meter aan treintjes en rails. Model Spoorclub Maas en Waal opende afgelopen weekend een nieuw clubgebouw van dit formaat. En dat is niet toevallig, want het was tevens 90 jaar geleden dat er nog een tram tussen Nijmegen en Maas en Waal reed. Nou ja, wij zijn de Model Spoorclub. Wij bestaan inmiddels al 39 jaar hier in Boven-Leeuwen. Tot 2 jaar geleden zaten wij in het dorpshuis De Dulpen. Maar wij groeiden een beetje uit ons jasje. We kregen de banen niet meer erin. Dus we zijn op zoek gegaan naar een wat grotere locatie. En die hebben we gevonden. Hierboven hebben we drie vaste banen gebouwd in het afgelopen jaar. Voor leden en niet-leden om hun treinen hier te komen uitlaten. Dat klinkt wat raar. Mensen laten een hond uit en die mensen een trein. En deze treinuitlaters proberen de geschiedenis van de spoorwegen zo realistisch mogelijk na te maken. Dit is de stoomtram van Maas en Waal, die van Nijmegen naar Waal liep. En tenminste het centrum van de tram, dat was Druten. En deze tram maakte afgelopen weekend wel extra speciaal. Want het is precies 90 jaar geleden dat deze tram nog reed. Het is de hobby. Het creëren van iets wat niet meer bestaat. Dus het behoud van het erfgoed. Zo zie ik het eigenlijk ook wel een beetje. Je houdt de historie vast zoals het vroeger was. En dat onze kinderen kunnen zien, of de mensen uit de buurt, wat hier ooit gestaan en geleefd heeft. Want als je zegt, je heeft hier een tram gereden vroeger. Dan zeggen ze, een tram? Hoezo dan een tram? Niemand weet dat eigenlijk nog. Ik zit zelf al 40 jaar in de spoorwereld, dus spoorwereld is voor mij sowieso leuk. Maar wat ik er leuk in vind is dat in mijn drukke bestaan, op het moment dat ik aan modelbouw ga beginnen, dan is er in mijn hoofd geen ruimte voor iets anders. Je moet zo precies werken dat mijn hoofd helemaal concentreert alleen op dit soort dingetjes. Wij werken op een vierkante millimeter en dan is mijn hoofd leeg. En sommige leden kunnen er geen genoeg van krijgen en zijn al lid sinds de start van de vereniging. 39 jaar. Ja. Ook 39 jaar. Nou ja, het begint met dat je een beetje besmet wordt met het treinenvirus, zeg maar. Van kinds af aan, vanaf Sinterklaas, zeg maar. En dan zoek je mensen om je heen die dat ook hebben. En die zijn er dan opeens. Ja, en dan kom je bij zo'n club terecht.